Relaties en seksualiteit voor het basisonderwijs. Seksuele gezondheid begint bij een gezonde seksuele ontwikkeling. Van jongs af aan aandacht voor relationele en seksuele vorming geeft een goede basis. Seksualiteit en seksuele diversiteit is als aandachtspunt opgenomen in kerndoel 38 van het primair onderwijs. Lessen relaties en seksualiteit op de basisschool? Elk jaar, aan het begin van de lente, organiseert Rutgers WPF in samenwerking met de regionale GGD de Week van de Lentekriebels. Een landelijk project waarbij op basisscholen een week lang les wordt gegeven over relaties en seksualiteit. Lentekriebels inderdaad, hartstikke goed. En als eerste gaan wij aan de slag met het verschil tussen een jongen en een meisje. Alle groepen krijgen les uit het lespakket Relaties en Seksualiteit. Het lespakket biedt voor elk leerjaar een variëteit aan thema's en werkvormen. De lessen sluiten aan bij de ontwikkelingsfase en de leeftijd van het kind. Kleuters zijn nieuwsgierig. Ze houden soms niet op met al hun vragen. Ze kunnen al heel verliefd zijn op een meisje of een jongen, maar ook op de juf, hun papa of zelfs een huisdier. Ik ben ook mijn broer. Op Julian. Weet ik niet. Ik ben ook niemand. In de middenbouw zijn de kinderen nog steeds nieuwsgierig, maar vaak te verlegen om vragen te stellen of hun mening te geven. Ze hebben meer schaamte en kunnen zich soms ongemakkelijk voelen als het in de klas over relaties en seksualiteit gaat. Het lespakket, de themaweek, gaat uit van een brede kijk op seksualiteit. En juist op die basisschool vindt alles plaats. Ik bedoel, kinderen beginnen met interesse in elkaar en in zichzelf en hun lichaam en relaties. Kijken naar televisie, horen woorden, gaan die woorden gebruiken als scheldwoorden. Ze weten nog niet eens waar ze het over hebben, maar er gebeurt ontzettend veel. Lichaam, ideeën, gevoel, dat vindt allemaal plaats op de basisschool. Dus eigenlijk gewoon het logische moment om met dit onderwerp aan de gang te gaan. En er moet echt wel draagvlak moeten voor gecreëerd worden. En verder is het gewoon een heel leuk project, dus ik doe niet anders dan mensen zeggen van joh, hou het in de gaten, want het is een heel leuk project en het kost eigenlijk helemaal niet zoveel tijd. Dus doen gewoon. Wanneer gaan scholen met het lespakket aan de slag? Uit onderzoek naar het gebruik van de lesmethode blijkt dat factoren binnen de school van veel grotere invloed zijn dan factoren buiten de school. Het draagvlak bij leerkrachten weegt veel zwaarder dan media-aandacht of het beleid van de gemeente. Vernieuwd lespakket. De kennis uit beide onderzoeken heeft Rutgers WPF gebruikt om het lespakket Relaties en Seksualiteit te vernieuwen. Het nieuwe pakket is evidence-based, theoretisch onderbouwd en gebaseerd op de WHO-richtlijn seksuele en relationele vorming. Het lespakket is een doorlopende leerlijn van 4 tot 12 jaar, waar de informatie op een natuurlijke manier meegroeit met de ontwikkeling van het kind en de klas. Er zijn 5 tot 7 lessen voor elk leerjaar. Het nieuwe pakket bevat ook digitale lessen. Werkt het? Uit effectonderzoek van Rescon onder 1400 leerlingen van groep 7 en 8 weten we dat het werkt. Leerlingen weten meer over puberteit, relaties en seksualiteit en weten beter wat seksueel misbruik is. De acceptatie van homoseksualiteit is onder bepaalde groepen toegenomen. Ook de communicatie en assertiviteit van leerlingen zijn verbeterd. Conclusie: structurele aandacht voor relationele en seksuele vorming heeft meer effect dan geen lessen of ad hoc lessen.